Op 19 maart aanstaande vinden in Nederland bij bijna alle gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen plaats, ook in Ommen. Een team van Vechta Leeft is op pad gegaan en heeft vraaggesprekken gehad met de lijsttrekkers van de politieke partijen in Ommen. Wij hopen dat deze vraaggesprekken een bijdrage kunnen leveren aan de keuze van uw partij op 19 maart. Waarom zou de burger van Ommen op uw partij moeten stemmen? Wat onderscheidt uw partij van de andere partijen? Nou, eerst, wat ik al heel, wel eens vaker gezegd heb, het zijn lokale verkiezingen. Dus er zit niet zo heel veel verschil tussen de andere partijen. Als je nou eens alle verkiezingsprogramma's naar elkaar legt, dan zie je niet heel erg veel verschillen. Maar dan gaat het meer om de nuanceverschillen. En dan gaat het vooral om zo de lokale lasten. Als je het nou hebt over toeristenbelasting en over de hondenbelasting. Dat soort dingen, daar verschillen de partijen nog wel eens aan. En ook bijvoorbeeld de aanpak van het leegstand. Daar denken de partijen wel anders over. Hoe staat u tegenover de landelijke politiek, met name die van uw partij? En hoe vertaalt u die politiek naar de lokale situatie? Ik vind dat de PvdA de afgelopen jaren een aantal hele goede stappen heeft gezet. Als je nou eens kijkt, wat Samson ook al heeft gezegd, naar de loonstrookjes januari, dan blijkt gewoon duidelijk dat de mensen met de laagste inkomens er gewoon daadwerkelijk op vooruit zijn gegaan. Dat vind ik gewoon een heel wezenlijk punt wat de PvdA gewoon heeft bereikt. Met betrekking tot de zorg, die werd tot nu toe geregeld en betaald via het ministerie dat daarvoor verantwoordelijk is. Dat gaat in de nabije toekomst veranderen omdat de gemeente dat op hun dak geschoven krijgen. In de pers hoor en lees je veel protesten vanuit de gemeente. Thuiszorg en jeugdzorg zijn daarvan een onderdeel. Wat is uw mening en hoe gaat het volgens u nu verder in Ommen? Ja, ik zie dat inderdaad wat u zegt van er wordt echt op je dak geschoven. Ik zie dat toch niet als een iets op je dak. Ik zie het als een kans. Wij zijn van mening dat je die zorg, als je die naar de gemeentes toebrengt, dat je veel meer zorg op maat kunt bieden. En dat is denk ik de grote plus van het feit dat je die zorg overhevelt naar gemeentes. De gemeentes, de lokale overheid, heeft veel meer oog voor de burger als het dat je het vanuit de centrale overheid regelt. Denkt u dat Ommen de crisis zal overleven? Ik zie bijvoorbeeld veel leegstand van winkelpanden in het centrum. De nieuwbouw aan de markt vordert gestaag en daar komen ook weer nieuwe winkelpanden bij. Maar ondertussen wordt het bestaande centrum min of meer een spookstad. Wat zou de PvdA daaraan willen en kunnen doen? De eerste plaats, of je daar als politieke partij zoveel aan kan doen, dat is nog heel erg de vraag. Sommige mensen zeggen, ja, de huren zijn veel te hoog en nog een aantal dingen. Ja, daar hebben wij geen invloed op. En gelukkig maar, zou ik zeggen. Wat wij wel vinden is dat je dus in het centrum van Ommen je moet concentreren. Bijvoorbeeld geen grootschalige detailhandel zeg maar, op het nieuwe industrieterrein. Ga nou eens kijken in het centrum van Ommen en probeer die ondernemers bij elkaar te trekken. Je kunt als gemeente alleen maar faciliteren. Je kunt zorgen voor een aantrekkelijk centrum. Wij vinden dat op zich nu heel erg goed uitziet. Je kunt zorgen voor dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Je kunt zorgen dat je een autoluw centrum in de Ommen hebt. En op die manier kun je het alleen maar faciliteren. Duurzaamheid, dat is de kwalificatie van activiteiten en ontwikkelingen die enerzijds voorzien in de behoeften van de huidige generatie, maar anderzijds niet leiden tot beperkingen voor de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. Denkt u daarbij aan de grondstoffen die opraken? Wat zou de gemeente Ommen daaraan kunnen doen en wat is de visie van uw partij? Nou, Ommen is natuurlijk ook al de laatste jaren goed bezig als het gaat om duurzaamheid. Dan heb ik bijvoorbeeld over het omgekeerd inzamelen van de afvalstromen. Dat is op zich dat is natuurlijk alleen maar goed voor het milieu. Dan heb je het over subsidies inderdaad op zonnepanelen die vanuit de provincie en vanuit de overheid worden gestimuleerd. Ommen is daar zelf ook daarmee bezig. Dan heb je het over alternatieve energiebronnen. Dan heb je het over windmolens. De PvdA is ook van mening dat je dat soort vormen van alternatieve energie moet stimuleren. Onlangs hebben de burgers een kliko gekregen voor het plastic afval. Enthousiaste geluiden heb ik daarover niet gehoord. Want dat houdt in dat het gewone huishoudelijk afval slechts één keer per maand wordt opgehaald. Niet alleen is het voor veel huishoudens weinig, maar als het zomers warm is, bevordert de temperatuur het rottingsproces. En dat veroorzaakt weer stankoverlast.
En ik kan me voorstellen dat sommige kliko's met een open deksel staan. Vindt u dat er zelfs een kans moet kunnen zijn om de ophaalkalender te veranderen? Ja, die kans moet er zijn. Op zich zijn we natuurlijk groot voorstander van het omgekeerd inzamelen. Wat ik van mensen hoor is dat ze zeggen, nou, sinds wij die kunststof afvalbak hebben, dan merk je pas hoeveel kunststof je eigenlijk hebt. En die grijze pak, die wordt nu nog maar 1 keer in 4 weken opgehaald. Ja, het wordt volgens mij wordt het van de zomer geëvalueerd. En dan gaan ze kijken. Ze hebben natuurlijk ervaringen uit andere gemeenten. Alles wat je kunt doen om de afvalstromen te scheiden, komt alleen maar ten goede aan het milieu. Wat wel zo is, is dat je mensen hoort van met mensen met grote gezinnen. Ik heb zelf 3 kinderen. Dat je natuurlijk wel eens twijfel, ja, heb ik wel voldoende ruimte? Dus dat, als je daarnaar kijkt, dan zijn we heel blij dat het van de zomer wordt geëvalueerd. En dan gaan we eens kijken hoe dat verder gaat. Natuurlijk heb ik voor u als lijsttrekker van de PvdA ook een verrassingsvraag. Net als de collega's van de andere partijen. Ik heb gelezen dat de PvdA er niet voor is om de N340, dat is de weg Zwolle-Ommen, te veranderen in een 100 kilometer weg. U wilt liever bepaalde situaties veranderen ten gunste van de veiligheid. Welke zijn dat? En het geld dat dan over zou blijven, dat zou u willen besteden aan het openbaar vervoer. Kunt u dat toelichten? Afgelopen woensdag is een besluit genomen in de Statenfractie over de N340. Er is natuurlijk heel erg lang over. De hele procesgang, dat verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs, laten we duidelijk zijn. Maar wij zijn met de Statenfractie in Overijssel van mening dat je, als je 220 miljoen euro uitgeeft, of zou willen uitgeven, aan een betere bereikbaarheid en een 100 kilometer weg, dat het zo ongelooflijk veel geld is, dat je dat beter, en dan heb je het dus over betere bereikbaarheid, dan heb je het over de afstand van Ommen en Zwolle, die je dan misschien wellicht in 5 minuten sneller kunt doen. Dat zijn dus toch een beetje, wij vinden dat je dat, die versoberde aanpak, alleen maar een goede zaak. 220 miljoen euro is wel ongelooflijk veel geld om een 100 kilometer weg te maken. Ga voor aanpakken van de knelpunten, zoals die er zijn bij Varssen en bij Ballenbrug. En vervolgens het geld wat je daarmee zou besparen. Dan zou je bijvoorbeeld in de buslijnen kunnen steken en in de regiotaxi. En zorgen dat je de openbaar vervoer en de mensen die gewoon mobiel kunt houden. We hebben natuurlijk een uitstekende treinverbinding met Zwolle. Beter kan niet. Het is bijna een metroverbinding. Maar het gaat om de buslijnen, waarbij ook heel veel bijvoorbeeld schoolgaande kinderen hier naar Zwolle gaan. En dan kiezen ze niet alleen maar voor de trein, maar ook voor de bus, omdat het gewoon goedkoper is. En laten we proberen dat dan gewoon in stand te houden. Oké, ik dank u wel. Graag gedaan.